Voor dit jaar zijn er meer containers aan vuurwerk geïmporteerd dan in 2021. Dit zegt brandweervoorlichter Alten Pinas in een gesprek met de nieuwsdienst. De brandweer heeft veel werk aan de winkel, meent Pinas. De wettige periode om vuurwerk af te schieten is dit jaar tussen 27 december en 2 januari 2023. Nou, in vergelijking met het voorgaande jaar, vorig jaar laat ik het zo zeggen, dan is het wel veel meer. Vorig jaar hadden we 17 containers en tot op dit moment hebben we 35 en tot 31 december mogen er nog containers geïmporteerd worden. Maar als we kijken naar die aantal containers, dan verwachten we dat er veel vuurwerk gaat worden afgeschoten. We gaan dan extra een voorlichting opzetten, extra manschappen inzetten. We hebben onze bikers unit, we gaan gebruik maken van de bikers unit om de verschillende buurten in te gaan. We gaan de binnenstad in, we gaan flyeren, we gaan via social media, zowel de massamedia als we nu bezig zijn, gaan we dan de voorlichting geven naar de gemeenschap. We gaan in elk geval voor minder tot helemaal geen vuurwerkslachtoffers. Pina zegt dat de brandweer paraat is voor de komende feestdagen. Hij stelt dat het niet bekend is als de COVID-19-pandemie van de afgelopen 2 jaren minder vuurwerkslachtoffers met zich heeft meegebracht. In deze periode van jaarafsluiting is iedereen in een feestsfeer. We gaan veel alcohol gebruiken, maar alcohol en vuurwerk die gaan niet samen. Omdat alcohol jouw reactievermogen doet afnemen. En bij het afschieten van vuurwerk moet je juist snel reageren. Het is zeer belangrijk om, als je gedronken hebt, ook niet achter het stuur te zitten. Omdat, vooral in die periode van vuurwerk, er wordt veel vuurwerk afgeschoten langs de openbare weg, op de bermen. En die rook die gaat het zich van de automobilisten hinderen. Waardoor er zoveel kan gebeuren, zoveel narigheid. Vooral als men onder de invloed is van alcohol weer. Dus ik wil de gemeenschap vragen om daarop te letten. Geen vuurwerk afschieten in de buurt van gebedshuizen. Tijdens de diensten, dus kerken, tijdens de begrafenis. Dat we ook voor de doden respect opbrengen. Het is ook verboden om vuurwerk te verkopen aan kinderen beneden 14 jaar. Pina zegt dat de verboden vuurwerksoorten gelukkig niet meer worden geïmporteerd. Vooral als het gaat om de beruchte Kronto en Maripa. De brandweerfunctionaris merkt op dat de importeurs zich keurig aan de regels van de brandweer houden.